allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb echt een heftige ochtend gehad. De kinderen die niet wilden luisteren, ze hebben allebei geen middagslaapje gedaan. Uiteindelijk was James zo moe en aan het huilen dat ik hem toch naar boven heb gebracht. Heeft hij dus wel een middagslaapje gedaan, maar heel laat. Oh, het werkte allemaal niet mee, dus vandaar dat ik nog niks heb gefilmd. En ik moest eigenlijk heel veel mailtjes beantwoorden, maar ook helemaal niet aan toegekomen. Maar goed, morgen gaan ze even naar de peuterspeelzaal en ik heb een fotoshoot op dat moment. Dus kan ik ook weer niet meer mailtjes gaan beantwoorden. Misschien dat ik het vanavond gewoon ga doen als ze allebei in bed liggen. Want met hun beneden is het bijna niet te doen. Dus ik heb tussendoor wel een paar dingen gedaan, maar ik red het gewoon niet allemaal af. Maar goed, verder vandaag ook niks te doen. Geen bal gedaan. Niet heel interessant dus. Maar het kan zijn dat we toch nog iets gaan doen of dat er iets leuks gebeurt. En dan zal ik het zeker voor jullie filmen. Nou, ik bedacht me dus net. Ik ben natuurlijk vandaag precies 22 weken zwanger. En ik moet nog even stikken plakken bij Jackson en James. Op de 2 en de 2 zei ik net. En bij de 4 en de 0 wordt, als het goed is, het kindje geboren. Of is het kindje er al? We gaan even een stickertje plakken. Ja, ik heb hier de stickertjes. Kijk. Gaan we kijken hoe groot de baby vandaag is. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en het is echt heel vroeg, het is 6:30. Ik ben om 6:00 eruit gegaan, of nou om 6:00 de wekker gezet. Toen ben ik nog even gaan slapen. Toen dacht ik, oh nee, het is 6:30, ik moet eruit. De kinderen worden vaak rond 7:00 wakker. En ik heb dus nog een 30 minuten om mezelf klaar te maken. Want ik heb vandaag een fotoshoot voor die box met alle spullen erin die ik heel chill vind. Daar heb ik al over verteld, met een droog shampoo erin die ik nice vind. Een gezichtscremmetje. Er zit echt van alles in. Ik zal het straks even laten zien als het mag. Ik weet niet zeker of het mag. Maar jullie weten natuurlijk al een beetje ervan wat er allemaal in zit. Maar goed, daar hebben we straks een fotoshoot voor bij Toast. Dus dat is wel heel leuk. Maar ik heb nog geen outfit. En ik moet me nog klaarmaken, opmaken. En mijn haar doen. En ik ben gewoon niet zo fit. Ik ben gewoon verkouden. En hoesten de hele nacht. Oh my god. Wat Rory dus had vorige week. Begin ik nu te krijgen. Maar ja, iedereen komt deze kant op. En ze zijn waarschijnlijk al allemaal bezig. En straks onderweg. Ik ga natuurlijk ook niet afzeggen. Want verder ben ik wel oké. Maar ik ben gewoon heel verkouden en hoesterig. Maar goed, we gaan ervoor. Ik ga even snel opmaken voordat die kinderen wakker worden. En dan neem ik jullie zo lekker mee. Nou, het is me gelukt. Ik ben opgemaakt, haren gedaan, aangekleed. Jackson loopt hier met zijn handen voor zijn ogen. Hij is net al gevallen daardoor. Dus ja, dat is misschien niet zo handig. Maar goed, ik heb ze op tijd op school gegeven. En ik heb zelf nog een kwartier om naar Toast te gaan. Ondertussen zit ik hier in Toast. En ik ga straks een stukje filmen en de box vertellen wat er allemaal in zit. Maar eerst even wat foto's maken, nu de box er nog perfect uitziet. Ik heb een hele kleine, snelle sneak preview. Dat zat er allemaal in. En we gaan nu even foto's maken en filmpjes. Dit is mijn favoriete box en ik ga jullie laten zien wat er allemaal in zit. Ik begin bij de body butter van Foamy. Zo, ik loop net Toast uit en het was heel leuk. Heel veel mooie producten, echt chille producten die ik ook echt gebruik. Die ik nu gewoon allemaal in één box heb. Waardoor mensen, ik krijg zo vaak berichtjes van, hey, wat gebruik je hiervoor, wat gebruik je daarvoor, moet ik linkjes doorsturen. En nu heb ik gewoon één box dat ik zeg, weet je wat, probeer deze box uit, want ik gebruik het ook. En het is maar voor €49,95, terwijl er gewoon een waarde in zit van meer dan €200. Ik vind het maar bizar. Maar goed, net lekker fotootjes gemaakt. Ik ga even snel een broodje halen voor mij en Rory. En koffietje bij mijn nieuwe tentje. En dan ga ik de kids alweer ophalen van school. Productief ochtendje, maar verder dus niks thuis gedaan. Maar goed, misschien Rory wel. Vonden jullie het leuk op school? Leuk op school. We gaan nu weer lekker naar huis. Gaan we lekker een broodje eten, oké? Okay? Dit was hun eerste dag dat ze voor 2 dagjes in de week naar het peuterspeel zou gaan. Ze gaan nu op dinsdagochtend en op vrijdagochtend. En dan hebben wij weer 2 dagjes om echt even te werken. Ondertussen zijn we even op de dansschool. En Jackson en James gaan het dansen meedoen. Nou, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb gisteren niks gefilmd, want ik was echt ziek.
Ik ben eigenlijk nog steeds niet helemaal beter. Ik ben gewoon verkouden, hoesten. Gewoon, het is niet chill, maar ik heb er een dikke laag make-up op gedaan. En horisch met de kinderen naar Ballorg, zodat ik echt even rustig kan werken. Dat ik gisteren natuurlijk niks heb gedaan. Dinsdag had ik een fotoshoot, heb ik eigenlijk de mailtjes laten liggen. Van dinsdag dacht ik ook, ik pak het woensdag wel op. Maar ja, ziek. Dus ik mag nu alles weer gaan inhalen. En ik hoop dat ik dan klaar ben voordat Rory weer thuis is. Zodat ik ook nog even met mijn voeten op de bank kan chillen. Maar goed, even focus. Focus op de dansschool. Focus op samenwerking. En er zijn nog wat pakketjes binnengekomen die ik straks met jullie wil gaan uitpakken. Maar dat kan ook als de jongens thuis zijn. En als ze hopelijk nog even slapen in bed. Dus dat doe ik dan. Maar ik ga nu eerst even de mailtjes beantwoorden. En als jullie denken, wat doet ze er elke keer met mailtjes? Maar er zijn natuurlijk inschrijvingen voor de dansschool. Er zijn mensen die zich willen uitschrijven. Moet ik allemaal in het systeem zetten. Er zijn soms kinderen die niet komen. En dan moet ik eventjes een mailtje sturen van, hey, wat is er aan de hand? Wil je nog op de dansles? Of weet je wel, nou ja, dat soort dingen moet ik allemaal regelen. En dan komen er ook nog heel veel ouders met vragen. Die eigenlijk allemaal op de site staan. Maar die dan toch moet beantwoorden. Want het is je bedrijf. Maar goed, dat ga ik dus nu even doen. En verder denk ik niet heel veel vandaag. Want ik voel me nog steeds niet helemaal lekker. Maar goed, dan hebben jullie alvast een beetje een update van de dag. Ik loop zo goed bij met mijn mails. Ik heb gewoon voor de dansschool niks meer openstaan. En voor mezelf wel nog wat mailtjes. Maar dat komt goed. Morgen gaan die jongens ook weer aan de peuterspeelzaal. Dus heb ik ook weer alle tijd. Ik voel me echt nog niet topfit. Maar dat maakt niet uit. Want de postbode kwam net langs met hele grote pakketten. En ik ga natuurlijk net als een klein kind beginnen bij de grootste. Ik had laatst een poll online gehoord voor sloffen van UX. En het is best wel prijzig. Ze kost iets van €130, geloof ik. Maar ik kreeg zoveel DM's en reacties van, ik doe er nu al 4 jaar mee, al 5 jaar. Het is echt een goede aanschaf. En sommige sloffen koop je en die zijn na een jaar kapot. En dan moet je weer nieuwe. En denk, ja, of je nou elke keer van €20 of €30 sloffen haalt per jaar, kan je net zo goed in 1 keer goede halen. Dus die heb ik besteld. Maar zoals je kan zien heb ik niet alleen sloffen besteld, maar nog meer. Dus we beginnen bij het grootste pakket. Denk je van, ik heb geen zin in die unboxing. Swipe lekker door. Dat kan natuurlijk ook. Maar de ene kant vindt de unboxing heel leuk en de andere kant vindt het weer too much. Dus vind je het niet leuk, spoel even een beetje door. En als je het wel leuk vindt, blijf lekker kijken. We beginnen bij de unboxing van de Omodo's. Oké, here we go. Ta-da-da. Mijn UX sloffen. Ah, en ik heb het in teddy stof. Ik zal een linkje even hieronder zetten. Oh, ze voelen ook heel hard aan, zeg maar. Heel stevig. En ik heb ze een maatje groter besteld. Ik hoop dat het goed is. Oh my god, dit is perfect. Als ik een 39 had gehad, ik heb dus maat 39, was het te klein. Ik krijg met mijn blote voet erin. Dat is natuurlijk het lekkerst. Oh, yes. Dit zijn mijn nieuwe favoriete sloffen. En omdat ze weer terug zijn in de mode, heb ik ook gewoon UX erbij besteld. Want ik ga er gewoon vanuit dat ik straks schoenen aantrekken echt verschrikkelijk vind met zo'n dikke buik. En in de winter heb ik natuurlijk echt een dikke buik. Toen dacht ik, ja, boeien. Ik haal ook gewoon lekker deze classics. Ze hebben hem daar al voor me ingespoten, dus dat is heel chill. Ik heb zelf hier ook nog thuis van het spul, maar het is alle chill als het gedaan is. Als het goed is, gaat dit weer helemaal in worden, die UX. En ik had ze niet meer. Dus ik ben hier helemaal blij mee. En een truitje heb ik besteld. Lekker het paars. Deze trui. Lekker een oversized trui. Beetje groot maatje. Want ik dacht, dat past mijn buik er lekker in. Heerlijk. Deze. En nog een ringetje. Die zag ik ook nog erbij voorbij komen. Ik dacht, hè, we doen die er gewoon lekker bij. En ik hoop dat die past om een wijsvinger. Dat vond ik namelijk het leukst. Zal ik weer net zien dat het bij mij alleen maar aan mijn middelvinger past. En het ringetje. Oké, okay, pas net om mijn wijsvinger. Dat vind ik dus wel heel leuk. Oh nee, ja, zes krijg je hem natuurlijk weer niet af. Maar die... Oké, ik krijg hem nu ook gewoon niet meer af. Nee, ja. Ook ik ga even het water doen. Oké, ik krijg dat helemaal claustrofobisch als ik een ring niet afkrijg. Maar hij kan beter denken om mijn middelvinger. Ik heb vandaag helemaal geen andere sieraden om, maar ik vind deze wel lachen. Ik hou hem gewoon lekker om. Ik heb het ook helemaal warm ervan. Ik trek even deze uit. En het volgende pakket is van Rosador. En daar komt de samenwerking mee aan. En ik ga eerst even het product testen.
kijken of het wel echt werkt. Het is wasparfum. Heel benieuwd. Ik heb 3 flessen gekregen. Ik weet nog niet wat het is. Heel primo. Oh, deze ruikt heel lekker. Beetje bloemetjesachtig of zo. Loro. Oeh, deze is lekker. Deze is een beetje vanille. Deze vind ik nu al lekkerder ruiken dan die. Maar je weet natuurlijk niet hoe het is op je was. Amazon? Amazon. Ik weet het niet. Oh, deze vind ik ook lekker. Maar als ik nu ruik, is dit gelijk mijn favoriet. Deze. Dat is Loro. En een leuk weetje, Rory doet bij ons tijdens de was. Dus ik ga dit gewoon gelijk aan Rory geven en ik ga het ruiken. En het laatste pakketje is wel echt een heel gaaf pakketje. En ik denk dat jullie die ook heel leuk gaan vinden, want het is een nieuwe vlogcamera. Ik had de vorige keer een camera gekregen van Canon. En ik ging die, zoals jullie weten, uittesten. Ik was helemaal blij. Ik zei, oh, ik heb een nieuwe vlogcamera. Het is natuurlijk een van de betere camera's heb ik gekregen. Maar het was zo'n groot ding dat ik het gewoon moeilijk vond om hem mee te nemen. Omdat ik, ja, dan moet je een tasje, dan moet je die lens eraf halen. Dan past die in een tasje en anders niet. En elke keer dacht ik, ja, ik pak gewoon mijn telefoon, dat is makkelijker. Dus toen vroeg ze mij, hey, hoe bevalt de camera? Toen dacht ik, ja, ik kan nu wel gaan liegen en zeggen, ja, ik vind de camera heel vet. Omdat de camera zelf zo goed is. En ik natuurlijk vet dankbaar ben dat ik dat had gekregen. Maar toen dacht ik van ja, ik ga gewoon eerlijk zijn. Want ja, als ze dat als vlogcamera gaan verkopen, ik vind het gewoon niet handig als vlogcamera. Dus dat had ik gezegd. En toen zei ze van ja, als je bijvoorbeeld thuis blijft vloggen en de camera altijd klaar hebt staan, dan is het natuurlijk perfect. En we maken daar wel eens nog wat content mee of foto's. Weet je, als we buiten wat foto's gaan maken, kan je net zo goed die camera meenemen. Want dan is het geen probleem. Maar een vlogcamera moet je zo snel bij de hand hebben en lekker compact en klein. Toen zei ze, weet je wat, ik ga er gewoon nog eentje naar je opsturen. Vet chill. En dan mag je die proberen. Nou, dus ik heb één hele goede grote camera voor foto's en content. En ik heb dus nu een klein cameraatje gekregen voor vloggen. Dus voor jullie ook betere kwaliteit. En we gaan het gewoon weer proberen. En ik heb gekregen Canon PowerShot Mark III. Deze. Ik ga hem even uit de doos halen en dan ga ik jullie even laten zien hoe hij eruit ziet. Dan moet hij denk ik aan de lader. En dan denk ik dat ik er morgen mee ga beginnen. Zodat we echt een nieuwe dag met een nieuwe camera hebben. Oké, nou, ik heb even dit leuke dingetje eraan gemaakt. Die had ik eigenlijk aan mijn telefoon. Maar ik had een ander hoesje, dus dat kon niet meer. En dit vind ik dus heel cute staan. Hij ligt nu nog even aan de lader, dus ik kon nog niet zien hoe die eruit ziet als hij aan is. Maar ik had dit al wel gevonden. Het is een beetje moeilijk met één hand. Kijk, hij kan dus helemaal zo omhoog. En dan kan ik lekker zo gaan vloggen. En hij kan ook naar de zijkant. En hij kan er helemaal een soort van uit. Ik weet niet of je dat zo kan zien. Zo. Zie, ik weet niet wat dit nou eigenlijk inhoudt. Waarom dit is. Maar goed. We gaan het zien. Ik ga hem helemaal opladen. Ik heb ook gehoord dat voor een batterij dat je die eerste keer echt heel goed moet opladen. En ik moet hier even een hoesje voor gaan scoren. Want ik moet natuurlijk wel een beetje voorzichtig mee gaan doen. Dus dat ga ik nu ook even fixen. Ondertussen heb ik lekker mijn nieuwe trui aan. Kom maar, Jackson. En zijn we even naar de stad gereden. Ik voel me nog steeds niet helemaal chill. Maar Rory was lekker de ochtend weg met de jongens. Ik dacht, ik laat Rory lekker vanmiddag zijn ding doen. Ik neem de jongens lekker mee naar de stad voor een ijsje. Want we moeten ook nog slaapbroekjes halen, luiers. Voor in de avond, die zijn op. Dus die moest ik ook even halen. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon naar de stad. En we gaan lekker een ijsje halen. Neem ik er ook lekker in. Zo, Jackson en James hebben lekker een ijsje. Je hebt bruin ijsje gekozen. Ze kiezen nu op kleur. Dat willen ze zelf kiezen. En jij had een geel ijsje genomen, hè, James? En ik heb een koffietje gehaald bij mijn koffietentje. En ze komen straks nog wat lekkers brengen voor mij. Nou, goedemorgen. Dit is de eerste ochtend met mijn nieuwe camera. Ik moet nog een beetje wennen, want ik zie een schermpje daarboven. En ik kijk altijd eigenlijk naar het schermpje, naar mijn telefoon. Maar nu moet ik in de camera kijken, volgens mij. Goed, ik ben alweer vroeg bij. Het is 6:30. En de jongens worden rond 7:00 wakker. En ik ga gewoon alvast even lekker opmaken. Ik heb een theetje voor mezelf gemaakt. Ik zet een serietje aan. En ik merk dat ik dat de laatste tijd wel echt chill vind. Ik was gisteren en eergisteren natuurlijk helemaal niet fit. Dus ik heb dat niet gedaan. Omdat ik dacht, slaap is belangrijk. Ik ben nog steeds niet helemaal beter. Maar ik merk wel dat als je de dag zo opstart,
voordat de kinderen wakker worden, dat ik zelf echt even wakker ben en ben opgestart, dan gaat het allemaal veel soepeler en voel ik me veel chiller. Dus dat ga ik doen. En ik wacht tot zij wakker worden. En dan ga ik me gewoon even lekker opmaken, lekker mijn haar doen. En dan haal ik hun uit bed. En ze gaan vandaag naar schooltje, dus dan kan ik weer even wat dingen doen. Helemaal chill, ik leg even mijn camera weg en dan zie ik jullie zo. Hé, hey, waar is jouw school? Weet je dat, James? Moet je niet even wachten op Jackson? Nou, het was echt een chille ochtend. Ik was helemaal ready en ik kon de kinderen lekker rustig klaarmaken. Wat zien jullie er mooi uit? Geef ze elkaar een kusje. Klaar voor schooltje? Oh jongens, ik was net even met Rory aan het appen en we zagen bij zoveel mensen van die filters voorbij komen op Instagram. En ik had net even een soort storytje gemaakt. Wat dat met je gezicht doet is niet normaal. Ik had er dus eentje gemaakt met en zonder. Je zag dus dat ik het ging gebruiken. Wacht, ik laat zien. Kijk wat het doet met mijn gezicht. Het is niet normaal. Ik snap dus niet dat sommige meiden met zoveel volgers een filter gebruiken die je gezicht totaal anders maakt. Kijk, hier op de vlog kan ik er niks aan doen. Ik kan niks bewerken. Maar op Instagram, ik vind het echt heel heftig. Dus ik heb een poll gemaakt en gevraagd van ja, gebruik je filter op je gezicht, ja of nee? Maar ik ben dus heel benieuwd waarom mensen dat doen. Van, vind je jezelf echt mooier met een filter die je hele gezicht verandert? Of vind je jezelf, ja, ik weet het gewoon niet. Of doe je het gewoon omdat iedereen het doet? Ik ben dus bang dat gewoon meisjes van 16 mij volgen en stel dat ik dat filter gebruik, dat zij denken dat dat normaal is en dat ik er niet echt zo uitzie wat helemaal niet normaal is. Dus ik heb daar gewoon even een storytje over gemaakt. En ik krijg mega veel reacties van mensen die zeggen, ik ben zo blij dat je dit post, want ik vind dit ook. Dus nou, even weer mijn hart gelucht hier in de vlog. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van filters op je gezicht. Laat me weten in de comments. En ik heb er dus net een storytje over gemaakt. Nou, wij zijn ondertussen even in de stad beland om onze broodjes te halen. Ik heb net een koffietje gedronken. En Rory heeft een nieuwe trui gekocht. It's fresh. Lekker. Maar we gaan zo natuurlijk de jongens even ophalen van school. En we willen eigenlijk nog misschien wel een weekje op vakantie. Maar het is allemaal zo moeilijk. Want als je dan op een... Duur, het is duur. Het is duur, maar ook gewoon moeilijk. Want dan klik je op een site en dan staat er, oh, dit is niet meer beschikbaar. En wij zijn er gewoon niet voor gemaakt om vakanties uit te zoeken. Dus als jullie ons willen helpen en zeggen, nou weet je, ik zoek dan jullie volgende vakantie uit. Dan, tegen die tijd dat dit is gepost, dan, is het, dan moeten we al eigenlijk zitten. Dus eigenlijk wel. Misschien niet op. Kan zijn dat de volgende vlog gewoon in het buitenland is. Dat zou lekker zijn, hé. Maar na 26 weken durf ik niet meer te vliegen. Dus het moet sowieso binnen een maand moeten we... Het moet ook gewoon lekker is. Ik ga niet ergens half kwakken mikken. Of we moeten naar Curaçao. 12 uur vliegen met Jackson en James. Ja, geloof het wel. Wat heb je al gegeten? Een broodje met... Dus, oh, een rijtje en een broodje pindakaas, hè? Gaan we altijd eten. En weer terug naar papa. Ja. Zo. Ondertussen ben ik bij de verloskundige aangekomen. Ga ik weer lekker naar de zwangerschapgroep. Naar de Centering Pregnancy. Ik ben heel benieuwd waar we het deze week over gaan hebben. Even alles gecontroleerd. Mijn, hoe heet het ook weer? Hartslag? Nee. Bloeddruk. Bloeddruk wordt gemeten. En hoe hoog de baby nu ligt. Dus ik hou jullie op de hoogte. Ik ben net terug van de zwangerschapsbijeenkomst. Het heet eigenlijk Centering Pregnancy. En ik ben gelijk even naar de supermarkt gegaan, boodschappen gehaald. Dan ga ik even snel koken. En deze bijeenkomst was trouwens wel echt een soort van zwaar beladen onderwerp. Want het ging over huiselijk geweld en over opvoeding en wat je mee zou nemen van wat je had geleerd van je eigen opvoeding, van je ouders en wat je niet zou meenemen. En ik heb natuurlijk best wel, of nou ja, niet, maar ik heb gewoon een hele goede jeugd gehad. Maar dan merk je toch ook weer dat er mensen in de groep zijn die dat dan niet hebben gehad. Dat is toch echt wel heel heftig. En ik ga er natuurlijk niet verder over praten, want dat is helemaal privé van hun. Maar
dan ben je toch ook wel soms een beetje blessed. Dat je denkt, ja, ik heb gewoon een goede jeugd gehad. Kijk, tuurlijk zijn er dingen die je anders zou proberen te doen. Maar eigenlijk heb ik verder heel veel, ja, eigenlijk dat wel goed gehad. Dus daar kom je dan ook wel weer achter dat het niet altijd zo is voor iedereen. Het is ook alleen maar goed dat je het bespreekt in zo'n groep. Dus ik vind het wel heel chill. En net zo'n groepsbijeenkomst. In plaats van dat je in je eentje naar de verloskundige gaat en een kwartier per twee weken krijgt. Heb je nu dus 2 uur met een hele groep vrouwen en je bespreekt van alles. Ja, ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik ga even lekker verder koken. En vanavond eigenlijk niet veel de planning. Dus misschien even een serietje kijken met Rory. Ja, dat was het eigenlijk. De kinderen hebben dus vanmiddag geen middagslaapje gedaan. Het zit er een beetje aan te komen dat we dat niet meer gaan doen. Helaas. We zijn ook zelf naar de speelzaal geweest, maar niet moe. Dus ik denk dat het klaar is. Het middagslaapje is klaar. En ze zijn nu een beetje dan wat moeier, zie ik nu. Ze zitten helemaal in de tv. En een beetje irritant, hè, Rory, vanmiddag. Oh ja, we gaan even jouw schoenen uitdoen. Dus ja. We moeten weer even door een nieuwe fase heen. Oké, ik lig in bed. En het is 10 uur. Rory en ik waren beneden een serie aan het kijken. Het is echt gewoon, nou niet leuk serie, maar interessant serie. Die Jeff Dahmer of zo. En ik kreeg weer lekker last van mijn buik. Ik zei kom, ga lekker in bed liggen. Maar ik ga zo in slaap vallen. Dus Rory is nog even aan het gamen. Ik zet het serietje aan. En hopen dat de pijn weer snel wegzakt. Het is wel echt heftig, jongens, dit. Maar het hoort erbij. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En zoals gewoonlijk gaan wij weer lekker naar de markt. Gaan we lekker broodje halen, lekker ochtendje. Eigenlijk doen we dit al echt heel lang als gezin. Elke zaterdagochtend gaan we naar de markt. Jackson! Jamesy! Ja! Dit is leuk, met 2 kinderen in een speelgoedwinkel. Die. Ik moet een cadeautje halen voor een neefje, maar... Ik ben heel benieuwd. Ik heb echt geen idee eigenlijk hoe dit werkt. Want die jongens waren gewoon moe naar de markt. En ze slapen. En ik zit op de bank. En ik moet eerlijk zeggen dat het echt... We zijn nu langer naar de markt geweest. Omdat we ook dachten van... We skippen het middagslaapje. En we zien wel tot hoe laat we naar de markt kunnen. We hadden bijna 2 uur in de stad rondgelopen. En ik voel het gelijk aan mijn onderrug. Dus ik heb nu weer zo'n warmtesticker erop. En ik heb het gewoon echt best wel zwaar. Dus ik ga nu lekker op de bank zitten. En ik ben blij dat die jongens nu even middagslaapje doen. Want Rory is eigenlijk de hele middag weg. Die is nu naar de kapper. Dan gaat hij even naar de zonnebank. Dan gaat hij nog sporten, padellen. En dan gaat hij nog uit eten met zijn vrienden. Dus ik ben eigenlijk vanaf nu de hele middag met die jongens thuis. En ik dacht nog misschien kunnen we wat leuks doen. Maar ik heb echt last van mijn rug. Dus ik heb echt even geen idee wat ik ga doen. Maar ik zie het wel. Ik ga in ieder geval nu even op de bank chillen en Keeping Up With The Kardashians kijken. En ik ga misschien alvast een beetje mijn vlog bewerken. De boys liggen op bed. En daar is ook alles mee gezegd. Ze liggen op bed. Hoop ik. Rory is uit eten, dus ik heb voor mezelf lekker eten besteld. En ik ga dat lekker opeten. Sushi. Natuurlijk met geen rauwe vis, jongens. I know. Maar ik had er zo'n trek in. Dus dat heb ik even lekker besteld. En... ik ga even lekker een avondje voor mezelf maken. Rory komt wel met die jongens met zijn vrienden straks hier. Gaan ze gamen of zo nog. En ik weet niet wat ze gaan doen. Spelletjes of zo. Dus ik denk dat ik dan even lekker in bad ga. Of even lekker ga lezen. Even lekker een avondje voor mezelf maken. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En we hebben lekker bananenpannenkoekjes. Aardbei, framboos. We gaan even lekker ontbijten. En er zitten zelfs nog wat pannenkoekjes in de oven. We gaan even lekker ontbijten, hè, samen. Oké, samen. We hebben lekker ontbeten, zoals jullie zagen. En we gaan lekker nu wandelen in het bos. Ik heb lekker de berenjasjes aangedaan. Het is een beetje zo warm koud. En Rory had gisteren een avondje met zijn vrienden. Dus die had heel laat thuis. Dus die ligt lekker in zijn nest. En wij gaan lekker even frisse lucht halen buiten in het bos. Dus ja, dat zijn we nu aan het doen. We gaan misschien even paddenstoelen zoeken en eikeltjes zoeken, hè James? Oh, wat hebben wij gevonden, hè? Kikker! Ja, je ziet het niet zo goed. Waar is hij? Kan je hem aanwijzen? Daar. Waar? Durf je hem aan te raken? In je hand. Durf je dat?
Pak hem maar. Daar gaat hij, daar gaat hij. Oeh, zie je dat? Daar gaat hij. Springen. Zet maar op je hand. Oh, wat ben jij een held? Kijk, kom maar kijken. Mama, kramenkikker. Oh, kijk, nog één. Hier. Zijn er heel veel. En we zijn lekker even gestrand in de stad met een ijsje. Is die lekker, James? Mm. Is die van jou ook lekker, Jackson? Ja, welke smaak heb jij? Oh, lekker. Oké, ondertussen zit ik op de bank met mijn laptop en ik heb een deel van de vlog bewerkt. En ik hoopte dat de jongens de slaap zouden doen, maar dat doen ze niet. Maar ze zijn wel lief aan het spelen. Dus ik dacht, ik laat ze maar even. Dan hebben ze in ieder geval even een soort van rust gehad. En ik ook, heb ik even kunnen zitten op de bank. Want mijn rug is natuurlijk weer helemaal... Ach, het is gewoon echt niet chill. Elke keer als ik 2 uur lang, nou ja, weg ben of heb gewandeld... Dan voel ik het gewoon gelijk. Ik voel me net een oma. Maar ik ga morgen wel even bellen. Ik moet morgen echt even de fysio bellen. En ik wil zo'n band bestellen. Zo'n bekkenbodemband of een buikband. En kijken of dat verlichting geeft. De een zegt doen, de ander zegt niet doen. Ik weet het niet. Ik ga fysio bellen en een band bestellen. En dan kan ik het altijd nog even overleggen. Wat slim is en wat niet. Maar ik denk wel dat het handig is. Ik kan echt niet nog 20 weken nog doorlopen, zeg maar, met deze pijn. Dat is echt vervelend. En verder weet ik niet wat we gaan doen vandaag. Want ik heb echt wel last van mijn rug. Again. Ondertussen zijn wij bij Jenny. En Jackson en James mogen een nachtje blijven slapen bij Jenny, hè? Dat is leuk. En wat ben jij dan, Jenny? Konijntje. Oh, je bent een konijntje. En waar ben je naartoe geweest vandaag? Kerk. Naar de kerk. En daarom heb je zo'n mooie jurk aan, hè? En wat hebben wij net gegeten? McDonald's. Ik had lekker McDonald's meegenomen. En Shannon wil even een avondje op Jackson James passen. En morgen een dag is dat super chill. En hier is de baby. Ja, dat klopt. Zeker weten. Heb je er zin in dat de baby komt? Ga je ook even oppassen op de baby dan? Oké, nou dat is fijn. Dan heb ik alvast een oppas voor de baby. Maar ik kan dit ook doen. Dat kan je ook doen. Ja, dat vindt de baby denk ik ook leuk. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik heb gisteravond de kinderen weggebracht naar Chanon. Die mochten daar lekker blijven logeren en vandaag zijn ze daar nog steeds. Dus ik heb gisteravond eigenlijk niks meer gefilmd. Ik kwam thuis, Rory en ik gingen lekker in bed liggen, een serie kijken en zijn in slaap gevallen. En vanochtend heb ik gewoon uitgeslapen tot 8 uur. En toen bleef ik even lekker in bed liggen. Dus dat was heel fijn. Ik heb me lekker aangekleed, boven een beetje opgeruimd, alle spulletjes aan de kant. Rory heeft hier beneden opgeruimd. Het is echt heel chill onze dag begonnen. We hebben nog wat werk wat we kunnen doen, dus dat gaan we zo doen. En ik hoop dat het lukt in een paar uurtjes. Zodat we nog wat content kunnen maken voor Instagram. Maar ook dat we nog heel even kunnen gaan lunchen samen. Of nog heel even gewoon iets kunnen doen. Desnoods even een rondje wandelen in het bos. En ik ga hierbij ook even de vlog afsluiten. En ik zie jullie allemaal volgende week weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Laat vooral weten in de comments wat je nog graag wil zien. Of iets, een challenge tussen mij en Rory. Of iets leuks. Of een soort Q&A. We kunnen altijd van alles nog doen. En dan zie ik jullie volgende week weer. Mwah!